IJsclub Stolwijk, de jaarvergadering. We zijn hier aanwezig bij onze voorzitter Arnold Treuren. Die halverwege de jaarvergadering even tijd heeft gevonden om ons even te woord te staan. Arnold, stel dat er een negendorpentocht komt. Hè? Ja. We zijn altijd positief, want een ijsclub zonder ijs, nee. dat kan niet. Hè? Nee. Zal daar organisatorisch, is het draaiboek nog steeds actueel? Omdat er de laatste jaren natuurlijk veel is bijgebouwd in de Krimperwater, zijn veel obstakels extra gekomen. Klumplekken enzovoort enzovoort. Hoe moeilijk of hoe makkelijk ligt dat? Ik heb in de vergadering verteld dat het natuurlijk niet meevalt om zo'n groot evenement als de Negendorpentocht is. We hebben het ook over de Elfstedentocht gehad. Maar goed, dat zijn zaken waarvan je zegt, daar moet je goed over nadenken voordat je daaraan begint. Je moet niet over één nacht ijs gaan om dat te organiseren. We hebben de afgelopen districtsvergadering daarbij stilgestaan. En het zal zeker heel veel organisatorisch van de ijsclubs vragen. Maar daarnaast, we zijn nu in de gelukkige omstandigheid dat we één gemeente Krimpenerwaard hebben. Maar een gedeelte van de Lopikerwaard die daar ook bij valt. Zodat we wat betreft de vergunningsaanvraag alle medewerking hebben gekregen van de gemeente Krimpenerwaard. En alle voorwaarden die daarvoor gelden, dat we daaraan als ijsclubs al wetenschap van hebben. En daar ook aan kunnen voldoen. Maar op het moment dat je komt voor de vraag van ga je hem organiseren, moet je je voorstellen dat er nog heel veel besproken moet worden voordat daar een definitief ja op gaat komen. Maar de voorbereidingen die zijn door de ijsclubs in ieder geval omliggend ook, maar ook door ons, al genomen. Want je moet klaar zijn op het moment dat het gaat komen. Maar ja, wat betreft de vergunningen is dat dus rond. Maar wat betreft, je hebt bijvoorbeeld met obstakels te maken van waterverschil. En de gevolgen die dat heeft, ja, die kun je alleen maar beoordelen op het moment dat je ijs ziet en de situatie daar kan beoordelen. Ja. Dus dat is eigenlijk nou, een beetje in lijnen zoals ik denk dat we daar tegenaan gaan kijken. In het Hoge Noorden, daar is de organisatie die verantwoordelijk is voor de Elfstedentocht. Mm-hmm. Daar is gesproken over veiligheid. Daar is ook gesproken en zelfs verplicht gesteld dat deelnemers aan een te houden Elfstedentocht een helm moeten dragen. Ja. Is dat een landelijk iets wat naar jouw mening ook uitgerold wordt, bijvoorbeeld in een organisatie zoals de Negendorpentocht? Terechte vraag. En ik vind veiligheid een belangrijk aspect, zeker in vergunningafgaven, ga je als ijsvereniging, als ijsclub, ga je wel verantwoording nemen voor heel veel mensen die over je ijs gaan. En dan kun je zeggen, ja, in het verleden had iedereen een muts op. En ja, was het eigen verantwoording. En als er wat gebeurde, dan werd daarop gereageerd. Ja. Ik vind, als je preventief maatregelen kunt nemen om te zorgen dat je deelnemers veiliger op het ijs laat gaan, dan moet je dat doen. De voormalige gemeente Vlist die heeft destijds een plan uitgerold om dus de huidige ijsbaan, zoals die hier nu ligt, waar we hier nu net naast staan, om die dus te dempen voor het creëren van land, voor uitbreiding van bedrijfsleven, ik noem maar wat. Dat verhaal is soms nog wel eens een keer onderwerp van gesprek. Hoe staat het er eigenlijk actueel mee? Die discussie is natuurlijk gevoerd, dat is geen geheim. Dus, met de gemeente Vlist is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het land belendend aan onze ijsbaan te gaan bebouwen. Begrijpelijk, want uiteindelijk was dat een mogelijkheid om nog uitbreiding voor de gemeente Vlist te krijgen. Ja. Aan het eind van het bestaan van de gemeente Vlist is de uitspraak gekomen dat, ik noem het maar, dat de grondslag niet geschikt was om te gaan bebouwen en is daarvan afgezien. En uiteindelijk was voor ons dat ook eigenlijk de boodschap dat we daar niet bang voor hoefden te wezen. En ja, dat niet meer aan de orde is te dempen. Wat niet wil zeggen dat er nooit sprake is van dat je ooit hier weggaat. Dat zullen we blijven volgen. Ik weet niet welke ontwikkelingen er binnen de gemeente Krimpenerwaard zullen zijn. Maar we volgen die op de voet. En als we de kans hebben, en wij hebben een zwak punt in de landsietocht, onder de brug van de Nieuwe Weg, de Provinciale Weg. Ja, als we die kunnen omzeilen door misschien op een andere plaats, een betere plaats, onze ijsclub te situeren, dan zullen we dat onderzoeken. Maar waar we zitten, zitten we. We zijn blij met de mogelijkheden die we hebben en krijgen ook, en de medewerking die we hebben van de firma Zijdelaan. Ik zal
En ja, zolang we hier zitten, zullen we hier zorgen voor sterk ijs en een goede situatie om korte baanwedstrijden te rijden. Wij hopen echt op een buitengewoon goede winter, ook voor de IJsclub Stolwijk. Dankjewel. Arnold, dankjewel. Graag gedaan.